Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij het Kapwat-seminar van 17 juni 2021. Helaas online vanwege de coronageschiedenis, maar ik hoop toch dat het interessant voor u is. Mijn naam is François Clemens en u had uiteraard hier Femke Verhaert verwacht, maar ik laat ze excuseren. Zij is aan het herstellen van een toch redelijk serieuze corona-aanval. Ik weet dat ze in het publiek zit, dus Femke, beterschap en de volgende keer mag je het weer zelf doen. Laten we dat hopen. Het programma van vandaag. Welkom een inleiding door mij, zoals gezegd. Daarna mag ik het woord geven aan mijn collega Anton Heinsbroek. En Anton, wat hij niet van kleppen weet, is de moeite van het weten niet waard. Dus ik krijg een enorme hoeveelheid kennis over u heen gestort. Daarna zal Kees Kooi, onze collega, iets vertellen over de relatie van wat Anton vertelde tot de praktijk. Dat is nog wel eens een keer iets anders af en toe. Daarna gaan we naar een discussie aan de hand van stellingen met de Mentimeter. Dus het is belangrijk dat u op een of andere manier toegang heeft tot een smartphone, een tablet of een pc. Dan kunt u meedoen met de discussie. We gaan u wat vragen stellen en met die vragen gaan we zoals gebruikelijk gaan we kijken of we voor het volgende seminar of voor een volgende cursus wat vragen kunnen beantwoorden die in de hele gemeenschap leven. En uiteindelijk, als er nog wat tijd over is, gaan we naar een question and answer die u via de chat kunt voeden. Ik wil daar een paar dingen bij zeggen. Er zijn vast mensen die niet helemaal weten waar Kapwat vandaan komt. Toch een stukje geschiedenis. Ergens in 1994 heeft onze vriend Peter Kamma, die heeft een artikel geschreven in H2O, waarin hij opmerkte dat de weerstand van persleidingen gaandeweg de levensduur toenam, de veroudering van persleidingen. Dat kreeg toen weinig vervolg, maar uiteindelijk, een jaar of vier later, is er een start gemaakt met wat later Kapwat is gaan heten. En wat eerst een simpel probleem leek, namelijk gasbelletjes in persleidingen, deed toch de moeite waard om 7 jaar lang te onderzoeken. En daaruit is er deze gemeenschap ontstaan. En tot mijn genoegen bestaat er nog steeds en blijkt er nog steeds voldoende gesprekstof te zijn tussen iedereen die met persleidingen bezig is, kleppen en pompen, om daar kennis uit te wisselen en ervaringen uit te wisselen. En dit seminar is daar een van de voorbeelden van. Nog één andere opmerking. In de chat kan het zo zijn dat u in beeld wordt gebracht. En als u dat doet, deze webinar wordt opgenomen, u heeft daarbij dus expliciet toestemming dat wij de beelden van u delen. Als u dat niet wil, moet u proberen niet in beeld te komen. Dat is een simpele boodschap. En nu graag het woord aan Anton Heinsbroek. Dankjewel, François. Goedemiddag allemaal. Aan mij de eer om iets over de theorie van de terugslagklep te vertellen, de principes van de fysische achtergronden. Zoals al gezegd, mijn naam is Anton Heinsbroek en ik ben een collega van Kees en François en al meer dan 30 jaar ook bij Deltares werkzaam als senior adviseur onderzoeker in de hydrodynamica van leidingssystemen. Nou, de hydraulische principes van de terugslagklep. De functie van een terugslagklep is om de stroming maar in één richting door te laten, hè, net als bij een diode in de elektronica. En dat betekent dus dat die open is in de stromende situatie en dicht is bij tegendruk. Van belang daarbij in het achterhoofd te houden is dat het dus een reactieve component is. En reactief betekent reagerend op verandering van de uitwendige omstandigheden die door het systeem veroorzaakt worden. En daar heb je dan altijd te maken met een stukje traagheid. Nou, het principe van een plaatje van zo'n terugslagklep zien jullie daar aan de rechterkant. Hè, dus in de stromende, in de open en in de gesloten oriëntatie. Er zijn een tweetal hoofdgroepen in de terugslagkleppenwereld. Dat zijn de zogenaamde ongedempte kleppen en de gedempte kleppen. En de gedempte klep staat daar rechts in beeld getekend. En daar zit er dus een dempingsmechanisme aan de as gekoppeld die ervoor zorgt dat het laatste stukje van de klepsluiting wat meer gedempt plaatsvindt. Ik sta een beetje voor. Ik snap hem. Ik denk ik sta niet recht genoeg in de camera te kijken, maar ik stond voor mijn presentatie. Ik hoop dat jullie het plaatje van de vorige nog net hebben kunnen zien, maar dat is hier ook weer herhaald, dus geen probleem. Maar dus de ongedempte kleppen, dan gaat het kleplichaam geheel vrij met de stroming mee tijdens het sluiten. En bij een gedempte variant, dan wordt dat laatste stuk nog, wordt die snelheid van de klep afgeremd. Daarnaast, binnen deze twee hoofdgroepen, zijn er vele uitvoeringsvormen mogelijk. En het belangrijkste onderscheid daarin zijn de roterende en de translerende kleppen. En daarvan laat ik jullie hier een aantal voorbeelden zien. Linksboven staat de welbekende balkeerklep. Dat is een beetje een vreemde eend in de bijt qua roterende en translerende. Ik zou kunnen zeggen dat het een translerend kleplichaam is, die bal die beweegt. Dus die wordt in de stroming opengedrukt en bij sluiten dan zakt die weer terug tegen de zitting.
Die andere drie kleppen op de bovenste rij, dat zijn voorbeelden van draaiende kleppen met de draaiende kleplichamen, zoals de swing valve enzovoorts. Op de onderste rij, daar staan een aantal translerende kleppen en er worden ook wel nozzle types genoemd. En daarin is dus niet een roterend kleplichaam, maar een heen en weer bewegende schijf of ring, die een vrij kleine afstand maar hoeft af te leggen om van geheel open, geopend naar geheel gesloten te zijn. En nog een voorbeeld wat we niet zo heel vaak tegenkomen, dat is de globe valve piston terugslagklep. Dus dat is ook een veerbelaste klep, waarbij de vloeistofstroom een beetje als in een waterkraan door het klephuis zich heen beweegt. De ongedempte kleppen, waar we dus het vooral over gaan hebben, omdat die relatief eenvoudig zijn en in de praktijk veel toegepast worden. En ook wat goedkoper zijn, dus als een demping niet nodig is, dan wordt die graag vermeden. Daarvan zijn een aantal karakteristieken bekend. Die worden in de praktijk toch vaak gemeten door de fabrikant en zijn beschikbaar in principe. Soms wel lastig te krijgen. En dat zijn de statische karakteristiek en de dynamische karakteristiek. En de functie van de statische karakteristiek is eigenlijk om te bepalen van wanneer gaat de klep open, bij welk drukverschil. En wanneer die dan open is, wat is dan de klepweerstand voor de stroom. De dynamische karakteristiek die legt een verband eigenlijk meer waarmee je kunt beredeneren wat het sluitgedrag van de klep is. Dus dat is vandaar ook de naam dynamisch. Dus hoe reageert een klep op een uitvallende pomp bijvoorbeeld. Die statische karakteristiek die is hier wat duidelijker uiteengezet. Dus we hebben langs de horizontale as de stroomsnelheid of het mag ook het debiet zijn. Dus dat is eenvoudig in elkaar om te rekenen. En op de verticale as staat dan het drukverschil of het energieverlies over die klep, de delta H. En wat zien we dan als we naar de getrokken lijn kijken? We hebben daar ook een cursor bij, dat is hier zo. Op deze positie, als we een bepaalde druktoename hebben, dat dan pas de klep begint te openen en er een stroming doorheen kan. En dat dan op een gegeven moment, dan snapt dat eigenlijk naar een vol open stand. In deze voorbeelden, die vorm die kan behoorlijk variëren in de praktijk. Maar in de vol open toestand zitten we op een parabool en dat is eigenlijk een vaste weerstand. Een vaste weerstand heeft altijd een parabolisch verband tussen de stroomsnelheid en het energieverlies over de klep. Dus als die klep eenmaal vol open is, kan die niet verder dan vol open, dus dan zitten we op die vaste parabool. Die stroomsnelheid waarbij dat gebeurt, die noemen we de kritische snelheid of de V0. Dat is een soort, een hele belangrijke referentiesnelheid die in het vervolg ook gebruikt zal worden. Wat gebeurt er als we een stijvere of een meer krachtige veer op dezezelfde klep toepassen? Dan hebben we meer drukverschil nodig om te beginnen te openen. En dan zullen we ook harder moeten stromen om hem geheel geopend te krijgen. En daarna zijn die weerstandslijnen weer precies hetzelfde. Dus die uiteindelijke weerstandslijn is onafhankelijk van die veerstijfheid. Mits die klep dus echt tegen een vaste aanslag echt vol open is geraakt. Dus dat kan in de praktijk misschien wel wat verwarrend zijn. Het is verstandig om je klep zodanig te selecteren dat je operationele stroomsnelheid hoger is dan die kritische snelheid. Want daarmee bereik je dan een stabiele situatie dat je dat die klep niet als een vlaggetje in de wind hangt te wapperen en allerlei trillingen en drukfluctuaties te zien geeft. De mechanische voorzieningen die dus een effect hebben op die statische karakteristiek, die V0 met name, dat zijn zoals al gezegd de veren. Die twee voorbeelden die betroffen verschillende veerstijfheden. Meer voorspanning of stijvere veren betekent dat de V0 hoger zal worden. Het kan ook bereikt worden met contragewichten. Dus hoe zwaarder zo'n contragewicht is of hoe groter de arm, hoe meer druk of kracht er uitgeoefend wordt op die klep en hoe meer de hydraulica tegen zal moeten drukken. Dus betekent ook een hogere V0. En bij de balkeerklep kan dat geregeld worden door verschillende dichtheden van de ballen te gebruiken. Dus je kan zwaardere ballen en lichtere ballen toepassen. En een zwaardere bal zal ervoor zorgen dat die kritische snelheid waarbij die bal geheel uit de stroming is gedrukt ook groter is. Nou, wat gebeurt er in de klep om die klep open te drukken? Dat is een krachtenspel. Wat komt uit de hydraulische stroomverdeling van de vloeistof die in die klep, door die klep heen stroomt. En dat bestaat eigenlijk uit twee bestanddelen. Dat zijn drukverschillen, integraal over de hele klep, maar ook lokaal door kromming van stroomlijnen. Dus als de vloeistof heel snel de bocht omgaat, dan heb je in de binnenbocht een lagere druk dan in de buitenbocht, et cetera. En daarnaast is ook een belangrijke de impulsafbuiging. Dus het feit dat de stroming van richting verandert, daar is op zich ook kracht voor nodig. En dat geeft reactiekrachten. Wat hier de meenemer is voor u, is dat
dat je eigenlijk kan stellen dat zonder afbuigingselement van de stroming de klep niet volledig geopend kan worden. Dus zo'n swing type klep zal eigenlijk in theorie daarom dus niet 90 graden kunnen openen, want dan hangt hij helemaal parallel met de stroming. En dan heeft de stroming eigenlijk geen mogelijkheid meer om hem open gedrukt te houden. Dus de vol open zal dan altijd eerder iets van 80 graden zijn bijvoorbeeld. Wat gebeurt er in de dynamica tijdens het sluiten van zo'n klep? Nou, bijvoorbeeld in het geval van pompuitval, dus de terugslagklep staat vaak beneden de stroom van een pomp opgesteld. Dan op dit tijdstip wordt de pomp uitgezet en dan zien we op de onderste grafiek hoe de stroomsnelheid van de vloeistof zich gedraagt in de tijd. En de bovenste grafiek hoe de klepstand zich gedraagt in de tijd. Wat we dus meteen zien gebeuren is dat de stroomsnelheid begint te dalen. Maar dat die, zolang die nog hoger is dan die kritische snelheid waarbij de klep geheel geopend is, de klepstand nog niet verandert. Pas daarna, hè, zodra we daaronder zakken, dan gaat ook de klep mee dicht zakken. En dat is een versnellend proces, dus dat gaat in het begin iets langzamer dan op het eind. Maar wat we dus ook zien is dat de stroomsnelheid van de vloeistof al voor dat moment dat de klep geheel gesloten is, door de nul heen duikt. En pas bij een bepaalde negatieve stroomsnelheid die klep ook tegen de zitting aanbotst. En dan in één keer de stroomsnelheid naar nul terugbrengt. En dat is die snelheid waarbij dat gebeurt. Dat noemen we de retoursnelheid, VR. En dat is dus eigenlijk wat er in werkelijkheid gebeurt. En belangrijk is om mee te nemen. In dat vorige plaatje stond ook nog de definitie van de DVDT. Dat is in feite zeg maar de snelheidsverandering gedeeld door de tijdsverandering. Nou, die staat hier nog een paar keer herhaald met die gestippelde rode lijnen. En dat betekent dat als die lijn steil loopt, dus zeg maar dat die afname van die stroomsnelheid heel snel gaat in de tijd, dat we dan een grote DVDT hebben, dus een grote vertraging. En als dat wat geleidelijk gebeurt, hebben we een kleine vertraging. En wat zien we nu in de praktijk? Dat een grote vertraging van die vloeistof, dus zeg maar het heel snel aftoeren van de pomp, leidt tot een grote DVDT, maar ook tot een grotere retoursnelheid. Want die klep heeft daar meer moeite voor om dat te volgen. Dus die is meer te laat dicht dan wanneer de DVDT wat kleiner blijft. Dus dat zijn hier twee voorbeelden. Hierop doorredenerend zou je ook kunnen verwachten dat wanneer die DVDT maar klein genoeg wordt, dat dan die retoursnelheid waarbij de klep dicht is ook bijna nul is. Dus dan gaat het wel een beetje op zo'n ideale klep lijken. Maar dat is dus het verband tussen die DVDT en die V-retour. Nou, die DVDT die komt uit het systeem. Dat is dus heel belangrijk. Dus daar heeft de klep zelf dus niets over te zeggen. En dat heeft echt te maken met lengtes van leidingen en polair traagheidsmoment van de pompen. Allerlei aspecten buiten de klep om. En hier staan een voorbeeldje van als die lengte van de leiding tussen de vaste drukken om de pomp en de klep heen klein is, dat je dan een grote DVDT krijgt. En omgekeerd, als die lengte groot is, krijg je een kleinere DVDT. En dan krijgen we de volgende stap, dat bij een grote DVDT dus meer retourstroming ontstaat. Maar het belangrijkste, bij die grotere retourstroming krijg je dus meer waterslag en grotere dreunen. Dus het kwantificeren van dat verschijnsel, daarvoor is deze theorie heel erg belangrijk. Die verhouding tussen die retourstroming en die DVDT, die staat hier voor een aantal kleppen weergegeven. En dit zijn dan dus voorbeelden van die dynamische karakteristieken. Dus de retourstroming is een functie van die DVDT. Zo moet je dat dan zien. We zien daar linksboven heb je al bij een kleine DVDT een grotere VR, retourstroming. En dat is typisch het gebied voor de balkeerkleppen. En rechts beneden dan hebben we de nozzelkleppen die dus heel snel zijn. Die dus tegen een grotere DVDT bestand zijn. Met behoud van een toch vrij kleine retoursnelheid waarbij de klep dan gesloten raakt. En dus wat minder waterslag zal vertonen. Er is nog een variant op deze grafiek. Dat is de dimensieloze variant. Daarbij wordt die VR gerelateerd aan die kritieke snelheid. Dus dat is een dimensieloos getal. En die DVDT die wordt dimensieloos gemaakt door de diameter van de klep te gebruiken en de kritieke snelheid in het kwadraat. Nou, wat bereik je daar dan mee? Dat je van een drietal gelijkvormige kleppen, maar met bijvoorbeeld verschillende veerstijfheden, met dus verschillende V0'en, dat je daar eigenlijk drie karakteristieken voor hebt. Maar als je dan dat gaat verschalen met deze formule, met die V0 enzovoort, dat er dan eigenlijk één lijn uitkomt. We zien overigens wel dat er altijd wel een soort onnauwkeurigheid of onzekerheid of misschien bepaalde fysische detailverschijnselen niet worden meegenomen. Maar dus dat relativeert het een klein beetje. Maar de kracht van deze ene grafiek is wel dat je hem voor verschillende veren weer kunt terugverschalen naar de actuele dynamische karakteristiek.
Nou, het belang dus van deze twee types karakteristieken, die statische en die dynamische, is dat je daarmee in combinatie met de systeemeigenschappen en toch een al heel wat grotere kans hebt om problemen te voorkomen dan wanneer je dit allemaal niet in rekening mee zou brengen. Nou, en bedankt voor jullie aandacht voor dit onderdeel. Ik geef nu het woord graag aan collega Kees, die de verband tussen deze theorie en allerlei praktische aspecten gaat toelichten. Oké, okay, dankjewel Anton. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Kees Kooij. Ik denk dat ik voor de meesten een bekend gezicht voor jullie ben. Dus ik ga me verder niet introduceren. Ja, Anton heeft in een nutshell het speelveld toegelicht. Wat betreft de hydraulica rond de trusselklep. Maar als ontwerper heb je met meer aspecten te maken. En bij de organisatie van dit webinar hebben we ook gevraagd aan jullie van zijn er vragen, problemen, komen op met op- en aanmerkingen. En een aantal van jullie hebben daar ook gehoor aan gegeven. Om daar een input aan te geven. En dan komen heel veel aspecten voorbij. Bijvoorbeeld, hoe zit het met de inbouwvoorschriften? Moet ik mijn klep nou bijvoorbeeld horizontaal of verticaal positioneren in mijn systeem? Of misschien zelfs wel voor de pomp. Heeft dat voordeel ten opzichte van wat gebruikelijk is na de pomp? Hoe zit het met het energieverlies over de klep? Dat is best wel fors, denkt men. Dus moet ik nou selecteren op een minimale weerstand? Hoe hard moet ik door mijn klep stromen om geen vervuilingsproblemen te krijgen of geen trillingen te krijgen of andere zaken? Hoe zit het sowieso met het vervuilingsaspect? We praten hier met de afvalwatercommunity en niet met de drinkwatercommunity. In het kleppenoverzicht wat Anton liet zien over met name die nozzle types. Dat zijn trusselkleppen die heel vaak in de drinkwater- en proceswaterindustrie worden toegepast. Die hebben een hele kleine doorlaat, dus zijn gevoelig voor vuil, voor doekjes, vettigheid, bouwmaterialen die nog in een rioolleiding blijven liggen. Van alles kom je tegen. Tenminste, dat is wat wij uit het veld terugkrijgen. En jullie zullen allemaal daar wel een idee bij hebben en misschien ook wel ervaringen. Ja, en het belangrijkste waar de grootste onzekerheid zit met betrekking tot de keuze. Hoe zit dat met wat men in de volksmond noemt klepslag? Het dreunen van de klep bij het sluiten. En in het Engels wordt daar de kreet check valve slam voor gebruikt. Kijken of dit ook weer inderdaad. Kortom, de vraag waar jullie mee worstelen, hoe kom ik nou tot de juiste keuze van de trusselklep bij het ontwerpen of bij een redesign, bij een renovatie van een persleidingssysteem? En er staat bewust niet van het gemaal, er staat van het persleidingssysteem. Want eigenlijk de boodschap die Anton vertelde met betrekking tot het dynamisch gedrag, is dat een systeemeigenschap is en geen die eigenlijk bepalend is voor het sluitgedrag van de trusselklep. Ik heb even een paar schematisch, een paar simpele pompversystemen op een rijtje gezet. Een relatief kort systeem met een relatief lage einddrukniveau. Hetzelfde systeem qua lengte, alleen met een veel hoger drukniveau. Een systeem met een significant veel langere leiding, met een wat verhoogd perspel. Een leiding die relatief lang is, met een perspel wat orde grootte gelijk is aan het zuigpijl. Hetzelfde systeem, maar dan met een geheel ander type materiaalsoort, bijvoorbeeld
stalen leiding versus een HDPE-leiding. En nog een variant op ditzelfde systeem is dat er een windketel in het gemaal of in de nabijheid van het gemaal staat. Stel dat we van deze 2, 4, 6 verschillende systemen het debiet door de trusselklep en de diameter van de trusselklep, als dat vast ligt. En afgezien van systeem A, maar ik kan me voorstellen dat bij B, C, D, E en F ook sprake is dat de pompopvoerhoogte van de orde grootte hetzelfde kaliber is. Ja, je zou daarmee naar een leverancier gaan van doe mij maar een klep met diameter D die geschikt is voor een debiet Q en een pompdruk voelt van orde grootte zoveel meter. Ja, dan krijg je een aanbieding. Maar dat wil niet zeggen dat die aanbieding past bij uw systeem. En ik denk dat dit de valkuil is voor velen ontwerpers en betrokkenen. Dat die DVDT, die vertraging, die opspeelt bij. En we praten eigenlijk over de situatie dat de pompen abrupt uitvallen. Daar kom ik straks ook nog even terug. De dagelijkse praktijk en de incidenten die plaatsvinden. Die DVDT, die vertraging, is in alle situaties die hier geschetst zijn verschillend. Dus die VR-toesnelheid is verschillend. Dus het sluitgedrag is in al deze situaties verschillend. Terwijl de diameter, het debiet en de pompdruk orde grootte hetzelfde zijn. Ja, dit geeft bij het keuzeproces toch de meeste onduidelijkheid. En dit heeft allemaal te maken met de waterslageffecten die optreden bij sluiting. En Anton heeft al uitgelegd dat bijna elke klep sluit in de retourstroming af. En die retourstroming dat die afhankelijk is van de grootte van die DVDT. En dan pak ik even de muis erbij, kijk of dat werkt. Jazeker. Die waterslagdrukpiek die optreedt, heeft te maken met deze term, de grootte van die delta V. Die delta V kan best een halve meter per seconde worden, of misschien zelfs wel 1 meter per seconde. En degene die een klein beetje verstand hebben van waterslag, die weten dat deze C in de orde grootte 200 tot 1200 meter per seconde ligt. Die G is orde grootte 10. Dus voor het weet kunnen we drukken opwekken van 15 bar. Die drukken zijn maar heel kortstondig aanwezig. Maar het gevolg van die grote drukveranderingen is dat ze dynamische krachten geeft op je installatie. Die delta P, dat zijn dus drukveranderingen die over de klep staan. Kunnen fors oplopen, maal het oppervlak van de doorsnede van de klep, van je leiding. Dat geeft die ankerkrachten F. En je voelt op je klompen aan, als die A heel groot wordt, dan worden je krachten ook groot. En je constructie, die moet deze krachten opvangen. Nou, ik wilde nu een filmpje laten zien en horen. Ik hoop dat jullie je geluid aan hebben staan. Als je een koptelefoon op hebt, is het misschien ook wel verstandig om af te zetten. Om geen gehoorschade te krijgen. Geen idee hoe dat bij jullie overkomt. We gaan het zien en horen. Theo, zou je film 1 willen starten? Oké, ik heb geen idee hoe het bij u overkwam, maar mijn collega's hier, die viel zo'n beetje van hun stoel. Maar dan komt omdat het geluid hier heel hard stond. Wat zagen wij? Even de andere kant opklikken.
En ik laat jullie straks nog een keer zien. Maar dit was een terugslagwerp in een productiebedrijf van het drinkwaterbedrijf. Met enige regelmaat stroomstoringssituatie nagebootst wordt om te kijken of de noodaggregaten allemaal functioneren. Bij de normale bedrijfsvoering worden de pompen netjes geschakeld, worden netjes opgetoerd, afgetoerd. En geeft deze trusselweb totaal geen problemen. Maar op het moment dat de pompen door een stroomstoring abrupt uitvallen, wat meestal gebeurt in de situatie dat er niemand aanwezig is in het gebouw, ja, dan gebeuren er enge dingen. En doordat ze deze test uitvoerden overdags en de mensen rondliepen, kwam men erachter dat het sluiten van de trusselklep toch wel met behoorlijk veel herrie gepaard ging. En men zag ook na afloop wel wat natte plekken op de vloer, maar er was geen sprake van schade en geen sprake van lekkage. Om dit inzichtelijk te maken hebben we er instrumentatie op aangesloten, namelijk bovenstrooms en benedenstrooms een drukopnemer. En we hebben de rotatiehoek gemeten. En jullie zien hier het resultaat van die meting. We laten straks nog een keer het filmpje zien met deze registratie erbij. Maar ik wil even benadrukken dat op het moment dat de pomp uitgaat, dat is op dit moment, even kijken, en daar, duurt het nog 4 seconden voordat de trusselklep dichtgaat. Dus dat heeft best wel enige tijd tot gevolg. Maar als die dichtgaat, dat zie je in die bovenste, de klepregistratie, die gaat in een halve seconde zo'n beetje gaat die dicht. Ja, dat geeft een behoorlijke drukpieken tot 1 bar, of sorry, tot 10 bar bovenstrooms. Of benedenstrooms, die we net vanuit de positieve richting beredeneerd. Is dit de bovenstroomsdruk, benedenstroomsdruk, herstel, sorry. Aan de andere kant treedt zelfs cavitatie op. En dat kan de druk niet lager zakken dan die min 1 bar. Maar kort, je ziet ook, dit is een hele snelle fluctuatie. En dat geeft met name die trillingen, de krachtenspel op de hele constructie. En vervolgens dempt het allemaal in de tijd langzaam uit. Dus dit hele proces duurt orde grootte, dat zijn 10, 15 seconden en dan is de boel weer aardig in rust. Theo, kunnen we film 2 starten? Oké. De collega's waren nu voorbereid op deze klappen, dus er zijn hier geen gewonden gevallen. Alle kopjes staan nog op tafel. Maar het probleem hier is eigenlijk onacceptabele klappen, trillingen, terwijl de drukklasse van de leiding was een 16 bar leiding, die wordt niet overschreden. We hebben drukken tot 10 bar. Maar men vond dit toch niet echt uitnodigend om deze klep te handhaven in het systeem. En heeft dus besloten om hier een beremde klep toe te passen. Oké. Hoe kom je nou aan alle benodigde input voor de juiste keuze? Dat is best wel een heel traject. En soms ook een moeizaam traject. Wat blijkt uit de reacties die we van de gebruikers krijgen. Hoe zit het met de inbouwvoorschriften? Je kan wel een klep A kopen, maar dan zal je toch ook moeten handelen naar de inbouwvoorschriften van de leverancier van die klep A. Meestal is het geen probleem om de stationaire karakteristiek aangeleverd te krijgen. Hoe dat zit met de klepslag? Daar zal de leverancier over het algemeen weinig over kunnen zeggen, omdat hij
in het algemeen niet weet in wat voor applicatie u die CLEP gaat toepassen. Of hij moet zich daarin verdiepen en dan ook doorvragen van joh, hoe zit het met de lengte, materiaal, tegendruk, kortom, kan ik die DVDT die DVT-term, kan ik die inschatten en op basis daarvan een uitspraak doen of mijn CLEP wel geschikt is voor uw applicatie. U kan ook gebruik maken van uw ervaringen, of die van uw collega, praktijkervaringen. Maar dan moeten die, met name die DVDT-termen, wel orde groot hetzelfde zijn, want anders bent u het verkeerde dingetje aan het kopiëren. En dat kopieergedrag, verkeerd kopieergedrag, leidt altijd tot ellende in de praktijk. Wil je eraan rekenen, aan die optredende vertraging, dan ontkom je niet aan om je toevlucht te zoeken tot een rekenmodel. In onze cursus hebben we wel een simpele vuistregel opgenomen, maar er zit bijvoorbeeld niet het polair massatraagheidsmoment van de pomp in. Dus ja, wat heb je dan aan een simpele vuistregel als de praktijk toch weer heel anders is. Dus ook toepassen van vuistregeltjes kan handig zijn, maar weet wel wat het speelveld is van zo'n vuistregel. Inschatting van die VR Tour, daar heb je dus die dynamische karakteristiek dan voor nodig. Er zijn er een aantal in omlopen bij diverse leveranciers die ooit gemeten zijn. Maar aangezien het geen genormeerd datasheet is, heeft men over het algemeen weinig moeite gedaan om alle types en alle gedaantes in dit soort karakteristiek af te leiden. Dus het is toch een beetje een indicatie. In de literatuur zijn een aantal onderzoeken geweest, onder andere van oud-collega's Provoost en Kruisbrink, waarin in papers deze karakteristieken zijn afgedekt. Ja, dat is het ontwerptraject. Dan bij ingebruikstelling hebben we gelukkig ook nog wel een aantal parameters om de kleppen. Het klepgedrag te beïnvloeden. Dus we zullen ze in het echt moeten testen. En dat betekent een complete systeemtest onder normale bedrijfsvoeringsomstandigheden, maar ook onder zeg maar, de incidentele bedrijfsomstandigheden, zoals een stroomstoringsuitval. En past u gedempte kleppen toe, dan zal die fine-tuning, het afregelen van het dempingsnetwerk, altijd in de praktijk plaatsvinden. Beginnen met een laag debiet, oplopen tot een hoog debiet. Net zolang totdat men denkt, dit loopt soepel, dit sluit wel vriendelijk. Bij ongedempte kleppen kan die tuning ook in het werk plaatsvinden, mits dat type klep dat toelaat. En Anton noemde al voorbeelden van een zwaardere bal, een ander gewicht aan de hefboom of een ander verenpakket. Maar er zijn ook wellicht kleppen waar je helemaal niks meer aan kan veranderen. Punt is, waar ik er wel eens aan twijfel, wordt dat bij dat soort testen wordt ook de worst case afgedekt. Met andere woorden, de dagelijkse bedrijfsvoering, het langzaam optoeren en aftoeren, het schakelen van pompen, dat wordt bekeken. Maar durft u ook de hoofdschakelaar om te gooien dat u totale stroomuitval nabootst? Want ook onder die omstandigheden zal uw systeem heel moeten blijven. Samengevat. Ik zeg, wees kritisch en leer van fouten, van uzelf, maar ook van de ander. Kijk kritisch naar de rekenmodeluitkomsten. Het wapperen met een modeluitkomst wil niet zeggen dat dat ook altijd de juiste input oplevert, want ook in zo'n model kunnen fouten gemaakt zijn. Kijk kritisch naar de datasheets die u ontvangt van uw leverancier. Is die ook geldig voor uw configuratie? Kunt u terugvinden welke balgewichten gebruikt zijn, welk verenpakket gebruikt zijn. Kortom, wees kritisch daarop en schroom niet om uw vragen te stellen als u twijfelt. En met name, waar wij altijd op hameren, leg de praktijkervaringen goed vast.
En deelt die ook met uw collega's en het liefst ook met de complete markt, doelgroep. En wellicht heeft u een mooi probleem gehad, of mooi. Niet een mooi probleem, maar wel een mooie oplossing voor verzonnen. Ik denk dat dit een goed moment is, François, om eens wat discussie te gaan te mentimeteren. François neemt de regie over en ik ga hem daarbij assisteren. Goed, dankjewel Kees. Nou, het schijnt te werken. Ja, inderdaad, mensen, hebben het al in de inleiding gezegd. Grijp uw telefoon of tablet of computer. En die heeft u vast wel bij zich. Ga naar www.menti.com. Menti.com heet dat tegenwoordig, netjes geloof ik. Dan hoef je gevraagd een code in te vullen. Dan komt die automatisch terecht in onze hele bevraging. Wat ik al zei, we gaan met uw antwoorden gaan natuurlijk nuttige dingen proberen te doen. Het is allemaal anoniem, dat het eventjes helder zijn. En we gaan uw antwoorden gebruiken om te kijken wat we in cursussen kunnen aanpassen of aanvullen. En wellicht dat er zulke interessante antwoorden uitkomen, die een onderwerp kan zijn voor een volgend seminar. Laten we met de eerste vraag beginnen. U kunt er eventjes, de code blijft trouwens in beeld tijdens deze sessie. Dus geen paniek daarover. Kees, laten we de eerste vraag doen. Wij kunnen niet zien of iedereen al gevoten heeft, maar we weten hoeveel mensen online zijn. Dat zijn er een goede 80. 80 op het ogenblik. Okay. En ik denk als we zo'n 40, 50 mensen gereageerd hebben. Ja, dat is een redelijk beeld, statistisch gezien dan toch. Even wat technische dingetjes. Als het goed is. Kijk, daar wordt al. Ik moet mijn scherm nog delen. Show screen. Heb ik gedeeld, Hans? Ja, de antwoorden lopen binnen, inderdaad. Kijk even naar de techniek. Hans, wat? Ja, gewoon goed, hè? Ja. Het lijkt toch dat dreunen wel heel erg populair is, als ik het zo bekijk. Oké, 27 van de 80, we hebben nog een paar nodig, mensen. Dus ik krijg een amazing in beeld. Ja. Het schijnt wel indruk te maken. Het is nu aan 33. Ik zie functionaliteit voorbij komen dat die wist dat hij erin zat. Dit is wel heel leuk. Ja. Ja, grappig, ja. Ook voor ons is het hele online gebeuren sinds vorig jaar nieuw. Dit is volgens mij het derde webinar wat we op deze manier doen. Wat trouwens. Het blijkt best wel ook bij u te bevallen. Het kost u relatief weinig tijd. Aan de andere kant zou ik het ook wel prettig vinden om een keer weer een halve dag of een hele dag met elkaar. Een mooie locatie. Dat kan vast allemaal graag vaccineren, dan kan dat weer volgend jaar. Maar okay. Wat er tussen wel opvalt, vind ik, dat we natuurlijk enorm veel aandacht aan de hydraulica besteed al die jaren. En dan zie je toch inderdaad dat dreunen en trillingen, dat toch de mechanische problemen nu wel komen bovendrijven. Dat is ook wel een signaal. En dat bleek een onderdeel van een klein beetje mee, zie ik. Daar zit nog maar één reactie op. De helft van de deelnemers heeft gevoten. Ik vind dat een aardige score. Ja, ik denk dat dat ook niet meer op. De rest heeft misschien ook niet. Heeft geen ander. Of geen slechte ervaring. Kan natuurlijk ook nog. Dat kan. Niks aan de hand. Laat daar even vanuit van positief zijn. Zullen we de volgende vraag doen, Kees? Ja, dat is een beetje een open vraag. Dus je wordt nu geacht om gewoon een woord in te typen en naarmate een bepaald woord vaker voorkomt, wordt die groter in beeld gebracht. Dat noemen ze een cloud of een word cloud. Dat heb ik begrepen. Iets andere manier van presenteren van data balkeerklep. Dat is natuurlijk een hele obvious one. En die wordt groter en kleiner, afhankelijk van het relatief aantal mensen wat daarop stemt. Nou, er komt nu meer. Kijk. En misschien zijn ook wel mensen die gewoon geen ervaring met geen enkele klep hebben. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat mag u ook rustig geen invoeren.
Nou, ik geloof niet dat ik pompierkleppen ga verkopen. Dat gaat niet Nee. goed. Alle types die Anton genoemd heeft, die zie ik wel voorkomen. Sommige groter, sommige kleiner, maar... Soms heel specifiek doordat de fabrikant genoemd wordt. Zoals Mokveld. Ja, maar dat, daar laten we ons dus verder niet over uit. Nee. Het is denk ik nu wel duidelijk dat de balkeerklep een beetje de kwaaie pier is in het hele gebied. Nou, de meeste ervaring. Ik wil niet de zeggen meeste dat, ervaring, ja. Daarom, nou, ik ja, wil niet dat, zeggen dat ik... Dat klopt, dat kan samenlopen met de volgende vraag ja, natuurlijk. Okay. Nou, ik denk dat het helder is. Een balkeerklep is toch, ja, ik weet hoeveel procent van de toezichtklep is balkeerklep? Ook ongeveer de helft. Heb je daar enig idee dat, van? Dat weten we niet, die vraag hebben we niet. Maar er wordt veel toegepast. Hij komt zo voor, ja, zeker. Zeker, ja. Nou, dan eens kijken wat het correleert met de problemen. En dan redelijke termijn mag u zelf invullen. Hè. Dat is niet dat dat 2 dagen is of zo, maar wat u acceptabel vindt als beheerder. Ik kan me voorstellen dat je niet binnen 30 seconden een oplossing verwacht, maar misschien is 2 jaar wel een beetje te lang. Dan laat ik aan uw eigen fantasie over. Voting is closed. Dat gaat iets niet goed. Ik geef. Hier gaat iets mis, mensen. Excuses. Ik ga even kijken of ik terug kan bladeren. Waarschijnlijk heb je op een verkeerd knopje gedrukt of zo. Of we zijn gehackt, kan ook nog. Ik denk dat ik heb het idee dat ik dat wij uw signaal niet binnenkrijgen. Deze was niet vrijgegeven voor het stemmen, hoor, door de presentator. Ja, precies. Ik ging naar de dia en de vraag was niet vrijgegeven. Ja, oké, de vraag is ja, dat kreeg je gegeven... ook als opmerking in beeld. Oké. Okay. Het balletje zit daar eigenlijk in. Dat slotje daar, ja. Daar zie je een slot. Moet je even naar de Deltaris gaan rollen en dan zie je dat slotje daar zo. Ik denk dat je daarop moet drukken. Wilt u nog eens proberen? Gaat het nou beter? Oké, okay, het lijkt dat we nu contact hebben. U kunt ja, hoe dat slotje ja, daarin is gekomen, geen heel idee. Mooi. Ook wij leren continu. Niet trillen, Kees, als je aan het aan de muizen bent. We zien toch 26 reacties. 27, het loopt redelijk op en het is toch in 2/3 van de gevallen wordt er toch op een acceptabele termijn wordt er een oplossing gevonden. Dus dat is alvast goed nieuws. Maar aan de andere kant, in 1/3 van de gevallen ook niet. Inderdaad. En dat is dan de consequentie van het hele verhaal. We gaan door naar de volgende, François. Laten we eventjes wachten, want ik vind het toch wel spannend. We zitten nu op 35 mensen. Kijk, of andere mensen hebben totaal geen problemen gehad en dus ook altijd een redelijke termijn getrokken. Ja. Ook nog, hè? Dus nog geen probleem, dan sluit het uit. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende case. En dan is de vraag, is er voldoende kennis aanwezig in je eigen organisatie om dit type problemen op te lossen, ja of nee? Een intrigerende vraag. En we hebben je niet gediscrimineerd tussen beheerders, leveranciers of adviseurs, maar gewoon over het hele veld. En dat gaat ook goed. Dat loopt elkaar. Dat loopt elkaar vrij weinig, laten we maar eventjes. Ja. Nou, tussen ogen doorkijkend 50-50. Nou, zullen we het daarvoor doen? Prima. Goed, gaan we naar de volgende vraag. Ja, als u dan behoort tot die mensen die die kennis niet direct hebben gekregen, is de vraag van, goh, waar gaat u dat dan zoeken? Wat zal een logisch, en ook weer een word cloud. Dus we krijgen weer hele grote, hele kleine woorden en we gaan kijken wat eruit komt. Leverancier internet. Dat was dan wel weer leuk dat dat daar zo wordt genoemd. Leveranciers. Google, ook een populaire vraagbaak natuurlijk inderdaad. Het is alleen, je ziet ook wel internet voorbij komen, alleen het aardige is, als je nu naar internet kijkt, of via Google, hoe je het ook wil noemen,
vind je enorm weinig relevante informatie terug, of laten we zeggen ook betrouwbare informatie. Dus ik ben wel benieuwd waar mensen dan op internet hun informatie vandaan halen. Ik kon hem zelf niet vinden. Dan is dat geen criterium, maar Kees kon dat ook niet, geloof ik. Nee, je vindt wel informatie. Of je vindt data, wat moet ik zeggen? Je vindt wel iets. Je vindt iets, ja. Maar hoe relevant is dat voor jouw toepassing? En ik kom toch ook wel marketingachtige statements tegen van: met onze kwet voorkomt u waterslag. Dat begint bij mij altijd de nekharen die ik nog heb toch wel overeind gaan staan. Een kwestie van scheren. Maar goed, intussen zien we inderdaad dat de leverancier is dan nog een van de eerste vraagbaken. Ja. Internetcomfort, adviseur. Al niet deltarisch. Het is toch een beetje gemengd, zie ik. Maar leverancier springt er toch wel uit. Zeer zeker. Ja, en de fabrikant zoekt leverancier natuurlijk. Of we zelf inschatten. Dat is ook altijd aardiger. Ja, dat is de goede oude ingenieursbenadering. Ik mag dat wel. Goed, we hebben nu meer dan de helft van de mensen hebben gestemd. Laten we verder gaan. En dan een, ja, uiteraard niet geheel gespeend van enig eigen belang. Maar zou een korte cursus, laten we zeggen een dagdeel of een dag, autoslagkleppen welkom zijn voor u? In ons bestaande cursuspakket besteden we maar 1,5 uur aan. Wij denken dat dat veel te kort is om al deze vragen die tot ons zijn gekomen te beantwoorden. Dus op dit moment zitten we echt ook al aan een inhoud van 1 dag te denken. En daar is zeker een behoefte voor. Ik denk dat we moesten gaan doen, Kees. Hij is al geprogrammeerd. Maak je borst maar nat, je bent weer aan de bak. Akkoord. En dan natuurlijk aardig van, ja, wat dan in zo'n cursus? En waar dan tot het grote kennisgiaat zit? Daar kunnen we ons ook een beetje op richten. Oh, er wordt een tip gegeven om een cursus te geven met een leverancier. Ik denk dat dat op zich helemaal geen slecht idee is. Nee. Misschien wel, met meerdere leveranciers, om die allemaal... Ja, sowieso een lang stuk praktijkervaring erin. Hè? Ja, een stuk praktijkervaring. Ja, zeker. Nou, en ik zie toch bij genoegen dat de categorie anders redelijk achterblijft hier. Vervuiling is ook wel altijd een ja, dankbaar onderwerp voor bespreking. Alleen specifiek afvalwater, ja, dat klopt. Ja, maar er is veel over te zeggen. En met name leveranciers kunnen daar veel over vertellen. En zeker na die hele geschiedenis met die sanitaire doekjes, waar ze een enorme in toestanden mee waren tijden terug. Er is veel ontwikkeling gedaan. Oké, dank u wel. 44 reacties. Dan zien we toch inderdaad dat we wel de 3 belangrijkste gebieden hebben aangestipt. Overigens, mensen die anders hebben aangegeven, we kunnen in de chat nog even expliciet zeggen wat u dan zelf kan zien. We hebben nog eentje toegezocht. Dat klopt, maar in het volgende. Nou, u kunt uw gang gaan. Dus weer een Word Cloud. We verwachten hier maar 5. Nee, 6. 6, oké. Okay. Ja. Hoewel natuurlijk andere mensen mogen ook nog iets toevoegen. Zeker, zeker. En uiteraard iets gerelateerd aan terugslagklep. Er zijn natuurlijk zat andere problemen, maar die gaan we niet in die cursus behandelen. Dat moet duidelijk zijn. Ik zie betrekkelijk weinig reactie. Of we hebben weer iets afgesloten wat fout is. Instellingen afstellen. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat in situ aanpassen van... Nou, dat instellingen. Lijkt me dan ook een hele aardige om daar inderdaad een leverancier of een installateur bij te betrekken. Kansrekening. Kijk, dat moet de wiskundige onder ons weer deugd doen. Ja, dit is heel goed. Kijk, en dan hebben we toch 8 mensen. Die zullen nog even zo'n halve minuut. Dan hebben we praktijkvoorbeeld ook een hele aardige, ja, zeker. Wat heel belangrijk is, inderdaad, die vertaalslag naar de rekenprogrammatuur. Dat is zeker een onderdeel wat we al geprogrammeerd hebben van enerzijds. Laat ik er even ingaan of dat meer praktijkvoorbeeld. Als er nog in het publiek mensen zijn die hele aardige cases hebben, die we zouden kunnen gebruiken in een cursus of een andere webinar, houden we ons graag aanbevolen natuurlijk. How not to do it, dat is ook wel aardig. Dat loopt redelijk vol zo. Ik denk dat we naar 2 dagen gaan. Dat is het mooie van deze interactieve actie. U wordt ook door anderen op idee gebracht van, oh ja, wacht eens even.
We hebben wel een redelijke klap gemaakt met het interactief werken in het afgelopen anderhalf jaar. Heeft toch COVID nog iets goeds gebracht? Inderdaad. Zullen we de volgende vraag? Ja, dat denk ik wel verstandig. Ik denk dat het redelijk op het eind gaat met de vragen. Ja, de kleppenwiki. Dat is ook typisch zoiets wat iedereen heel erg leuk vindt, maar iemand moet dat wel voeden natuurlijk. Ik zou ook wel een wiki willen hebben over allerlei onderwerpen, maar dan is de vraag van, gaan we dat ook doen? Nou, de behoefte lijkt er wel. Maar wacht even totdat hij over de 40 is. Dan zijn we nu ongeveer, dus ja, we kunnen met enige veiligheid zeggen dat als zo'n wiki zou bestaan, zou die worden gebruikt. Dat is alvast een goed teken. Mits gecontroleerd en betrouwbaar. Ja, dat is precies het punt. Laten we naar de volgende vraag gaan, Kees. Ja, en dat is natuurlijk een strikvraag. Als dat een ja was, zou je dan dat ook zien als een gezamenlijke activiteit van de Kapwat Community of Practice, waar je ook toe hoort. Dus dat betekent een actieve bijdrage van uw kant. Er is één die nee durft te zeggen, die is dapper. Uiteraard ook anoniem, dat helpt enorm in dit soort situaties. Oh ja, ik denk dat dat Anton is. Ja, ik snap het wel. Zo anoniem ben je niet, jongen. Sorry, inside joke. Nou, we wachten nog eventjes, dan nog 10 mensen de moeite nemen om een besluit te nemen, dan zijn we er ongeveer. Ja, komen er bijna, maar nu al. Ja, je zegt dat ik niet gezegd heb dat iedereen. Nou ja, je bent mensen op ideeën, Anton. Ja, nou, ik denk dat het wel zo'n beetje zijn. Ik denk inderdaad dat het een beetje in navolging van het Kapwatboek, waarover een zo'n internationale uitgave van is gegeven, die dat behoorlijk veel wordt gebruikt. Het is natuurlijk een hele goede manier om onze gezamenlijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen. Dus mede wat we hier hebben gezien, dat we er toch serieus over nadenken. Ik kan niks toezeggen of we het ook gaan doen. Maar de behoefte is er blijkbaar. En als er maar voldoende mensen willen bijdragen, is het ook iets wat erg waardevol zou kunnen zijn. Ik denk dat we hiermee het Mentimeter verhaal afsluiten. Ja. Dank u wel voor uw input. Het heeft ons toch een heleboel informatie gegeven. En die gaan we zoals gezegd nuttig gebruiken, ook voor deze hele community eigenlijk. Intussen had u in de chat vragen kunnen stellen. Als u dat niet heeft gedaan, dan kun je daar nu mee beginnen. Er zijn al een aantal gesteld. Er is al een aantal gesteld. Een aantal waren vragen met de meer technische accent over het geluid bij het filmpje. Ja, een aantal dingen is al beantwoord. En dan krijgen we naar de eerste vraag van Dirk de Wit over de afvaltoepassende snelheid van V is veel kleiner dan V0. Is dan voor de dynamische berekening met dimensieloze karakteristiek rekening gehouden met de V0 of met een kleinere snelheid? Anton, dat lijkt me typisch een vraag voor jou. Ja. Dankjewel. Zal ik even in beeld komen? Ja, heel goed. Daar is inderdaad ook aandacht aan besteed van hoe kan die dynamische karakteristiek dan gemodificeerd worden, zeg maar. Dus als die klep maar deels open is. U kunt zich voorstellen dat die dan ook een minder lange weg hoeft af te leggen om van die stand naar de sluitstand te gaan. En dat, daar houden we inderdaad rekening mee. Dat versnelt als het ware die dynamische karakteristiek. Het is dus inderdaad wel mogelijk, maar je blijft dus wel de situatie dan hebben dat het kleplichaam een beetje staat te dansen. En dat is de consequentie, maar het is inderdaad te doen, ja. Oké, lijkt me een helder antwoord. Ja, ik heb even de chat niet bij de hand, maar ik heb wel een andere vraag voor Anton. Als er zo'n klep begint te trillen, kun je dan ook problemen verwachten met materiaalmoeheid en dergelijke op een gegeven moment? Of hoe werkt dat? Waar slijt zo'n klep nou precies? Nou, de lagering natuurlijk van de as, die zal meer belast worden. Hij botst niet tegen zijn aanslag. Ja, dat kan trouwens ook wel het geval zijn. Hè? Dat hij staat te trillen vlak bij vol openstand. En dan botst hij regelmatig tegen de aanslag. En dan
zul je vrij gauw last van vermoeidingsverschijnselen krijgen. Ja. Een haarscheurvorming. Een dingetje. Ja. Een ander aspect met trilling is dat namelijk de omgeving er last van heeft. De burgers in de nabijheid van het gemaal. En de nabijheid dat kan zich inderdaad zelfs op honderden meters afstand van het gemaal afspelen. Een paar jaar geleden waren we betrokken bij een nieuw gemaal, net opgeleverd. En een bewoner had net zijn badkamer gerenoveerd en die was echt bang dat zijn tegeltjes eraf zouden komen trillen. Ja, dat is ook wel klacht geweest van mensen die minder nog wakker werden van enorme dreunen en dat hele huis stond te trillen. Dat ook een klep te zijn, lijkt me toch wel wat, ja, wat nare ervaring eerlijk gezegd. Ik probeer nou bij de chat te komen, maar dat voelde me niet mee eerlijk gezegd. Even kijken. Op de monitor staat die links van je. Ja, maar waar komen wij nog? Bij dat kijken. Dan komen wij er binnen. Ja. Nou, kan twee dingen betekenen. Dat of men is denkt, het plas helder. Of men denkt, het is 4 uur, ik heb trek in een potje bier met het mooie weer. Het is mooi weer. Ook het voordeel van thuiswerken. Dat is ook zo. Nou, in dat geval, als er geen vragen meer zijn, dan nou ja, goed, u heeft waarschijnlijk wel een telefoonnummer van Anton of Kees in ieder geval terug te vinden. Dus dan mag ze best een keertje lastigvallen met een klein vraagje. Ik wil even de regie vragen of de PowerPoint weer in beeld kan komen. Misschien. Oké, ik zal het even toelichten. We hebben inderdaad al de cursusdata geprogrammeerd voor een 2-daagse cursus over kweppen. De eerste dag gaan we geheel besteden aan regelafsluiters, met alle aspecten die daarbij horen. Regelafsluiters, die dus geregeld worden met actuators, worden in de afvalwaterwereld weinig toegepast. Dus zit je meer in de proceskant. En daarom hebben we ook het onderdeel trusselkleppen in een aparte dag gegoten. De tweede dag. En beide dagen kunt u onafhankelijk voor inschrijven. En ga daarvoor naar onze Academy site. Ja, ik wil er nog één ding aan toevoegen. Er is op dit ogenblik loopt er een internationaal project, een Europees project, waar het trouwens ook aan deelneemt. En in het kader daarvan wordt er ook een Engelstalige cursus over persleidingssystemen voorbereid. Dus mocht u nog collega's hebben die graag in internationaal verband met cursisten willen praten, hè, of collega's die Engelstalig zijn, in de loop van dit jaar komt een Engelstalige variant van de persleidingencursus. Okay. Wat we meestal doen aan het einde van een webinar is vragen voor onderwerpen voor een volgend webinar. Dat hadden we natuurlijk ook via de Mentimeter kunnen doen met de WordCloud. Hadden we kunnen doen. Nee, dat hadden we ook met beperkte voorbereidingstijd. Maar schroom niet om uw ideeën gewoon naar ons toe te zenden. Dat kan allemaal via een reply op de uitnodiging die u gekregen heeft. En dan komt u bij Patricia terecht en dan komt dat vanzelf bij ons terecht. Ja, nog een praktisch punt. De sheets en de hele opname die staan, zeg maar binnen een week, op kapwat.daltaris.nl vermoedelijk. Of hij staat als link bij dit evenement. Of bij beide. Maar wij zorgen wel voor dat hij vindbaar is. Ja. Komt het filmpje met geluid daar ook bij te staan? Met geluid, ja. Ik weet het niet. ja. En anders bent u welkom op de cursus. Dan zullen we dat met alle luidsprekers die we hebben. Nou, dat doen we maar niet. Maar het is wel verstandig als je een koptelefoon aanneemt om die eventjes een klein beetje te dempen. Want het is, ik moet zeggen, ik heb gisteren mijn woord bijna verloren. Nou, ik stond dus in de kelder. Ik heb het tot 2 keer toe gehoord. Maar dat wil je dus eigenlijk niet beleven. Dat is zeker in een ruimte waar die holle echo klinkt. Dat is echt heel indrukwekkend. Dan ren je heel hard naar buiten. Ja, dat is ook gelukt. Inderdaad. Oké, ik denk dat we een lijst gekomen van de webinar. In ieder geval enorm bedankt, Anton en Kees, voor jullie zeer deskundige toelichting van een wat verborgen probleemveld, lijkt mij. U dankt voor de aandacht, u dankt ook voor de vragen. En ja, we zien elkaar hopelijk de volgende keer weer live. Het is toch een beetje een vreemd gevoel, vind ik. En dus volgende keer beter en gezelliger en met een biertje na afloop. Tot ziens.